De 33-jarige middenvelder tekende in oktober een contract voor het leven bij de Catalanen, waarmee er mogelijk een einde kwam aan de speculaties of hij zijn carrière in het Camp Nou zou gaan beëindigen. Toch gaan er de laatste tijd verhalen dat de Spanjaard naar de Chinese Super League, naar Tianjin, Kanyang kan. Iniesta heeft zichzelf tot 30 april gegeven om duidelijkheid te geven over zijn eigen toekomst. Ik zou nergens heen gaan waar ik het team mijn club op moet nemen, vertelt Iniesta in gesprek met Cadena Ser. Alle scenario's waarin ik het niet hoef op te nemen tegen Barcelona zijn mogelijk. Er spoken veel dingen door mijn hoofd, sommige dingen wat nadrukkelijker dan andere. Er zijn nog een paar weken over om het besluit te nemen om door te gaan of niet. Het is een van de belangrijkste beslissingen van mijn carrière en ik begrijp dat ik op een leeftijd ben waarop veel dingen veranderen en andere deuren opengaan op veel manieren erg interessant zijn. Het gaat niet om liefde, het gaat erom wat ik voel, wat ik denk dat ik kan bijdragen. Zolang ik geen blessures krijg, zie ik mezelf de komende 2 jaar nog als basisspeler van Barcelona. Als ik vertrek zal het zijn omdat ik me als speler en persoon niet voor 100% kan geven voor de club. Het zal hoe dan ook een moeilijke beslissing zijn, maar ik ben er erg rustig onder en ik geniet enorm dit jaar.